Tinnitus, ofwel oorsuizen. Wat is dat nou precies? En komt het nu meer voor dan vroeger? Wat zijn de meest gehoorde misverstanden? En wat kunnen we er anno 2023 tegen doen? Vandaag begint de week van het oorsuizen. Ik wist helemaal niet dat dat soort weken bestonden, maar ze zijn er dus echt. En de Twentse deskundige heb ik me laten vertellen op dit gebied. Audioloog Peter van Hengel. Hij mag zo zelf even vertellen of het echt zo is. Hij is bij ons te gast om een paar van die vragen te beantwoorden. Peter van Hengel, fijn dat je er bent. Welkom. Goedemiddag. Klopt dat, de specialist in Twente op dit gebied? Of, binnen Twente lopen er niet zoveel audiologen rond, dus dan ben je al snel ergens de specialist in. Dus ja, ik denk dat het inderdaad wel klopt dat ik binnen Twente de specialist qua audiologie op dit gebied ben. Ja. Ja, en dat is gewoon een medische tak van sport, toch? Het is paramedisch, dus we zijn zorg gefinancierd, zoals dat dan zo mooi heet. Maar we zitten niet binnen een ziekenhuis of ziekenhuisinstelling. Wat voor opleiding heb jij gehad dan? Gewoon even om te weten waar jij zit. Normaal gesproken heeft een audioloog een opleiding natuurkunde gehad. Een universitaire opleiding natuurkunde. En vervolgens nog 4 jaar een opleiding tot klinisch fysicus. Nu heb ik een wat ander pad gevolgd. Ik ben van oorsprong wiskundige, maar bij hoge uitzondering mag ik mij ook klinisch fysicus audioloog noemen. Ja, ik ben nu heel erg in de verleiding om jou, of dat normaal is voor jou, om een wat ander pad te volgen. Ik zou het maar zo kunnen, maar dat gaan we niet doen. Maar natuurkunde en oren. Ja, natuurkunde, omdat het heel veel met geluid te maken heeft, met geluidsbewerking in hoortoestellen, maar ook geluidservaring, de biofysica van hoe geluid verwerkt wordt. Dus dat is allemaal natuurkunde of dichtbij natuurkunde. Vandaar een heel natuurkundig proces. Het is een heel natuurkundig proces, ja. Geluidssignalen erbinnen, die gaan langs een aantal instrumenten. Ja. En dan kunnen wij geluid horen en interpreteren. Precies. Ja. Oké. Tinnitus, oorsuizen, is dat precies hetzelfde of zit daar nog een verschil in? Nee, oorsuizen is de ouderwetse mooie Nederlandse naam. Ja. Maar tegenwoordig gebruiken we vaak de internationale term tinnitus, omdat dat ook in het buitenland herkenbaar is. En we zeggen al, oorsuizen, tinnitus, dat is dan ongeveer hetzelfde. Kun je het iets preciezer vertellen wat dat precies is? Het is een geluid wat iemand hoort wat niet uit de buitenwereld komt. Dus dat kan zijn een lichaamsgeluid. Iemand met een hele, bijvoorbeeld een bloedsomloop die vlak langs het oor loopt, waar een onregelmatigheid in zit, waardoor die bloedsomloop hoorbaar wordt. De meeste gevallen zijn de zogenaamde subjectieve tinnitus. Dus het is een waarneming van geluid, maar eigenlijk is er helemaal niks wat in het oor gebeurt. Het is puur een zenuwsignaal wat in de hersenen doorkomt alsof het geluid is. Maar het is geen geluid? Maar het is geen geluid, nee. En dat weten we 100% zeker? Bij mensen met subjectieve tinnitus weten we dat zo zeker als we dat kunnen weten. Ja, voor zover we dat kunnen meten. Oh, daar hou ik van, dat is mooi. Wetenschappers die zeggen zo zeker als we dat kunnen weten, er zit een enige onzekerheid in. Maar de oorzaken daarvan, daar weten we ook nog niet zoveel van volgens mij, wel? We weten er steeds meer van. Er wordt gelukkig heel veel onderzoek gedaan aan wat nu precies de oorzaken zijn van tinnitus. Wat is de status van de kennis van dit moment? De status van de kennis van dit moment is dat het zeer waarschijnlijk een normaal spontaan zenuwsignaal is wat van het oor afkomt bij iedereen. Wat mogelijk bij sommige mensen wat extra versterkt wordt als gevolg van een gehoorverlies. Maar wat eigenlijk tegengehouden zou moeten worden door de filters die wij in onze hersenen hebben zitten, onze aandachtsfilters. En bij tinnitus patiënten zijn die filters zeer waarschijnlijk ontregeld, waardoor dat signaal wel doorkomt. Dus een paar filters gehoord die het niet helemaal doen zoals het zou moeten doen. Ja. Maar jij zegt ook, jij noemt ook gehoorverlies. Ik hoor iets omdat ik gehoorverlies heb. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Ja, eigenlijk omdat je gehoorverlies hebt, moet je je extra gaan inspannen om alles nog wel te kunnen horen. En zeker om spraaksignalen goed te kunnen blijven horen. En daardoor zet je eigenlijk druk op die filters om meer door te laten. En daarbij kan zo'n filter ook dat spontane zenuwsignaal door gaan laten. Helder. Oké. Hey, hoeveel mensen, dat weten we denk ik, er zal ongetwijfeld onderzoek naar gedaan zijn. Hoeveel mensen hebben het ongeveer? Nou, je zegt, daar is wel onderzoek naar gedaan. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat het heel erg afhankelijk is wat je nu precies vraagt aan mensen. Welke getallen je daaruit krijgt. Afhankelijk van de vraagstelling krijg je percentages tussen de 5% en de 40%. Zo, dat is een groot verschil. Ja. Tegenwoordig is het redelijk gestandaardiseerd en vragen we mensen of ze last hebben van een regelmatige piep of suis of een ander geluid waar ze echt hinder van hebben. En dan kom je op getallen zo rond de 15% van de Nederlanders die dat hebben. Jij noemt het woordje hinder. 15% ondervan. Ik kan me ook voorstellen dat je het wel hoort, maar er niet zoveel hinder van hebt. Ja. Zitten die in die 15% of tellen we die wel of niet mee?
Dat hangt er vanaf of ze zichzelf wel of niet meetellen. Ja. Als ze zelf vinden dat ze er nog steeds hinder van hebben, dan tellen we ze mee. Het is een hele subjectieve vraag eigenlijk of je hinder hebt van je oorshuizen. Ja, en welke gevolgen? Dat kan best forse gevolgen hebben volgens mij. Hè? Die hinder kan heel groot zijn. Ja, die hinder kan helaas ook heel erg uit de hand lopen, waardoor mensen echt helemaal vast komen te zitten. Gelukkig zijn dat wel de uitzonderingen. De meeste mensen kunnen er goed mee omgaan. En van de mensen die er niet goed mee om kunnen gaan, kan een heel groot gedeelte er met hulp leren goed mee om te gaan. Maar er is een hele kleine groep die echt vast komt te zitten. En waarbij het helaas tot hele ernstige gevolgen kan leiden. Mensen die echt niet meer kunnen werken, niet meer normaal kunnen functioneren. En uiteindelijk zelfs zover kunnen komen dat ze euthanasieverzoeken doen, omdat ze het niet meer zien zitten. Dat is wel heel heftig, ja. Ja. Nou lijkt het me buitengewoon lastig. Jij bent audioloog. Ja. Dus ik probeer me voor te stellen, jij doet iets met gehoorapparaatjes en je probeert gehoorproblemen met mensen op te lossen, heel technisch. Ja. Nou is het iets dat niet, eigenlijk je kan het niet meten. Nee. Dat is heel subjectief. Ja. Ik heb last van tinnitus, ik heb een beetje een piep in mijn oor, begreep jij ook. Ja. Maar ik heb daar niet zo heel veel last van. Het zou wel prettig zijn als het er niet was, maar het is heel subjectief. Jij kan geen apparaatje in mijn oor stoppen om te meten hoeveel last en waar ik er last van heb. En dan kan je iets aanpassen. Nee. Hoe ga jij dan te werk? Wat we wel kunnen doen is jou een geluid laten horen en je vragen of dat lijkt op je tinnitus. En daarmee kunnen we het wel een klein beetje in kaart brengen. Maar het belangrijkste is eigenlijk een vragenlijst afnemen om te kijken in welke situaties en hoeveel hinder je hebt van die tinnitus. En waar we dus met een stukje ondersteuning en begeleiding moeten insteken. En wat moet ik dan aan denken als je zegt ondersteuning en begeleiding? Wat voor soort... Dat kan zijn op het gebied van het gehoor. Zoals ik net uitlegde, een gehoorverlies kan een aanjagende rol spelen bij tinnitus, omdat je veel meer inspanning moet leveren voor het luisteren. Het kan ook extra vermoeidheid opleveren, omdat je de hele dag zo ingespannen moet luisteren. Zeker in een communicatief beroep, een beroep waarin je veel met je gehoor doet. Ja, ik zie, je bent een beetje marketing aan het doen nu. Ik kijk je niet bewust aan. Maar ja. Ja, dat doe jij wel. Maar dan kan dus een stukje gehoorondersteuning daarin ook wat verlichting geven, waardoor je ook wat meer tot rust komt, wat minder inspanning hoeft te leveren, de druk van die filters afgaat. En verder kan het zijn dat je door de extra inspanning erg vermoeid raakt, dat het stoort op je slaap, waardoor je ook niet goed tot rust komt. Dan kunnen we daar een stukje ondersteuning in bieden. We kunnen handvaten bieden om er op een goede manier mee om te gaan, er niet te veel aandacht aan te besteden. Maar dat is bij iedereen eigenlijk een beetje verschillend, waar met name de pijnpunten als het ware zitten en waar de ingangen zitten. En dat hoort allemaal bij jouw vakgebied als audioloog? Voor een groot deel hoort het bij mijn vakgebied, maar we hebben ook maatschappelijk werk in huis, audiologisch maatschappelijk werk, die een stuk van die begeleiding kunnen doen. En als dat ook niet voldoende is, hebben we nog de mogelijkheid om een psycholoog in te schakelen die daarin gespecialiseerd is. Ja. Dus wat aanverwante beroepen die je kan invliegen op het moment dat je denkt dat dat nodig is. Ja. Hey, ik zei het net al, dat mag ik volgens mij gewoon zeggen. Want ik heb in de voorbereiding heb ik dat meegekregen. Je hebt er zelf ook last van? Nou, ik heb er geen last meer van. Ik heb het wel. Maar ik heb sinds ongeveer een jaar zelf hoortoestellen. En daarmee is het bij mij een stuk hanteerbaarder geworden. En ik kan dus wel zeggen dat ik er geen last meer van heb. Nee, gaaf. Klinkt goed. Je hebt me bijna omgepraat. Vooralsnog... subjectief, we weten niet helemaal precies wat de oorzaken zijn. We kunnen het een en ander doen met of gehoorapparaatje of nou ja, anderszins. Ja. Is dit een aandoening waarvan je in de toekomst je zou kunnen voorstellen dat gewoon te genezen is op de een of andere manier? Het is altijd heel erg lastig om in de toekomst te kijken. Er wordt heel veel gewerkt aan methoden om het tinnitussignaal echt te blokken. Of om die filters echt te kunnen herstellen. Zolang we niet precies weten waar de problemen zitten. En het is ook nog mogelijk dat het bij verschillende mensen op verschillende plekken misgaat. Zolang we daar de vinger niet op kunnen leggen, is het ook heel erg lastig om tot een oplossing te komen. Je tast in het duister. Ja, hoe meer we erover leren, hoe meer we erachter komen dat het erg complex is. En dat het misschien niet mogelijk wordt om één oplossing te vinden die voor iedereen gaat werken. Snap ik. Betekent dat ook dat jij in jouw werk, dat wat je tegenkomt, bevindingen, aanpak, dat je dat allemaal dat jullie dat uitwisselen, dat die gegevens ergens verzameld worden? Nee, er is geen centrale verzameling van gegevens. Zou dat geen goed idee zijn? Dat zou wel mooi zijn als dat er zou komen. Er is wel heel veel uitwisseling tussen audiologen onderling en de onderzoeksgroepen in Nederland en ook in het buitenland die aan dit probleem werken. Ja, oké. Nou, deze week de week van het oorshuizen. Wanneer hoorde jij voor het eerst van die week?
Een paar jaar geleden. Ja, waarschijnlijk jij al wat langer. Ja. Via mijn werk natuurlijk. Ja. Het is een week waarin we proberen meer aandacht te krijgen bij niet-tinnitus patiënten. Voor het feit dat tinnitus heel erg hinderlijk kan zijn en een grote beperking kan opleveren. En waarin we de tinnitus patiënten hopen te vertellen dat er hoop is en dat er mogelijkheden zijn om hun problemen voor een groot deel te verlichten. En hoe doen jullie dat? Met reclames, tv-spotjes? Ik heb geen idee. Nee, we zijn zorggefinancierd, zoals ik al zei. Ja. Dus reclamespotjes zitten er niet in. Via dit soort kanalen, via de Stichting Hoor Mij, de belangenvereniging van patiënten met onder andere tinnitus en andere hoorproblemen, die op allerlei manieren proberen in de media te laten weten dat het een probleem is, maar dat het een probleem is waarvoor ook gelukkig hulp geboden wordt. Helder. Als er mensen nou zitten te luisteren en te kijken, die zeggen van nou, ik wel een herkenbaar verhaal. Waar kunnen die mensen terecht? Wat moeten ze doen? Ze kunnen zich aanmelden bij het Audiologisch Centrum. En hier in Twente is dat het Audiologisch Centrum in Hengelo. En dan komen ze op de wachtlijst te staan, helaas. Maar dan gaan wij kijken of we ze zo snel mogelijk kunnen bedienen. En ja. Ze kunnen in ieder geval op de website van Pento en op de website van het Tinnitus Expertise Netwerk Twente kunnen ze al informatie vinden over welke hulp er nodig mogelijk is. Misschien dan toch even Pento, dat is het bedrijf waar jij verwerkt. Of Pento is een organisatie. Ja, Pento is een organisatie van samenwerkende audiologische centra in Noord-Nederland, waarvan het centrum in Hengelo er één is. En het Tinnitus Expertise Netwerk Twente is een aantal jaren geleden opgericht, hier regionaal, om met name de verschillende partijen die met tinnitus patiënten werken samen te brengen. Ja, dus het Audiologisch Centrum in Hengelo voor de Twentenaren. Ja. Hoormij.nl hoor ik je zeggen. Ja. Een plek waar je informatie kan halen en zeker vast ook hulplijntjes kan vinden. Ja. Peter van Hengel was dat, de specialist op het gebied van tinnitus. Dat mag ik zeggen inmiddels. Bedankt voor je uitleg. Graag gedaan.